Ik zal er voor zekerheid kijken, ik wil niet sukkel zijn. Tweede keer. Ja, manager denkt zeker, wat een sukkel. Moet zeker zo draaien daar. Nee, hè? Ja. Ja, dacht ik ook. Huilen, traan. Oh, meer vrouw dus. Ja, weet je, hij kan mij gewoon waarschuwen. Hij kon mij waarschuwen. Zeg het je, die draai haal ik niet zeker. Tolkamer of tolkamer? Tot nu toe zie ik geen vrachtwagen daar. Kom op, auto's, kom op. Ik zie alleen maar plaatjes. Ja, daar wacht een andere collega. Ahora, ahora. Onderweg naar tolkamer. Of hoe zeg je dat? Hoe lees je dat uit? Tolkamer of tolkamer? Ik weet niet. Tolkamer. Ik zeg tolkamer. Ik vertrouw iets niet. Ik vertrouw iets niet. Want truknavigatie kent de weg niet. En de Google Maps weet ik niet. Want het is niet betrouwbaar, zeg maar. Dit is niet voor trucks. Die andere is wel voor truck. Maar er zijn heel veel borden die vrachtwagens niet mogen rijden en zo. Ja, we zullen het zien. Anders rijden we gewoon. Ja, ik zag net een wagen van Cornelissen met de Jumbo trailer achter voorbij gaan rijden. Volgens mij is hij wel hier geweest. Dat is goed, goede teken. En anders gaan we gewoon zoeken. Ik weet niet wat onze de wachten staan. Staan te wachten. Staan te wachten of wachten staan. Kijk, ik kan niet eens praten, want paniek, huilen, traan. Het is normaal. Die zegt 2,1 kilometer en die andere zegt 3,7. Maar die andere heb ik handmatig geklikt, zeg maar. Als het goed is, Google Maps geeft goede route aan tot voor de winkel. En die andere weet ik niet. Maar het kan ook zijn dat die de weg voor trucks pakt. Oh ja, nu weet ik. Want ik heb handmatig geklikt en wat hij doet, eerst naar die adres waar ik ingetoetst heb en dan waar ik ingeklikt heb. Snap je? Dus twee adressen, daarom zegt hij iets meer daarom geeft hij iets meer kilometers dan die andere. Die andere zegt verderop rotonde rechtsaf en deze zegt linksaf. Kan ook zijn dat vrachtverbod. Wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Ja, zwarte weg. Maar wat staat op routebeschrijving? Het is nu te laat. Servicestation Goris, rechtdeur. Tolkamer, tot nu toe zie ik geen vrachtverbod daar, dan rijd ik erin. Even kijken, die zegt 800 meter, dat is goed eigenlijk, want als hier geen vrachtverbod staat, bord vrachtverbod niet staat, betekent bijna. Ik zie wel Jumbo op Google Maps. Deze niet. Volgens mij die gaat naar andere plek, centrum. Want de straat kende je niet. Is nieuwe bouw of zo. En die zegt 400 meter links. En dan zijn wij er al bijna. Ik moet voor de winkel zijn, dus niet zo ingewikkeld adres, zeg maar.
Voor de winkel gewoon parkeerplaats op en dan zijn wij er al. Even kijken. Het is een beetje dijkachtig weg. Bijna. Goed kijken. Het is hier breed genoeg. En dan als laatste 100 meter hier linksaf. Is dat de goede straat? Ja, ik zie Jumbo Board. Ik zie Jumbo al. Een beetje naar beneden toe. Ik zie een auto voorbij komen. Komt u maar, meneer. Naar rechtsaf mag ik sowieso niet, want door het lopen inrichtings. Auto's allemaal tegelijkertijd weggaan. Kom op, auto's. Kom op. En dan naar die blauwe, als die ook een beetje gas geeft. Kom op, kom op. Kom op, meneer. Het duurt gewoon zo lang. Anders blijven ze al. Oh. Ja. Of u kunt snel gas geven. Hij bedoelt goed, maar ik begrijp niet goed. Ik hoop dat, ja. Op routebeschrijving stond op parkeerplaats tot aan het einde rijden. Ik zie kras op de grond. En dan zie ik losplek en opgelukt. Opgelukt. Gewoon opgelukt. Gelukt, gelukt. Ik ben moe. Oh, oh, oh. Ja, deze week ben ik echt moe. Door even achteruit. Ik zie niks. Blaadjes. Ik zie alleen maar blaadjes. Of moest ik iets breder draaien of zo? Piep, piep. Ja, ik ben moe door die pallet van de week heb ik gereden. Die kost me best veel energie, hoor. Echt waar. Want adressen stonden niet op bordcomputer en dan handmatig alles intoetsen. Maar hoe rijd ik hier weg dan? Ik zal zo meteen binnen vragen. Ik zei, ik kan hier rijden, hoe kan ik hier wegrijden dan? Zo is genoeg, vind ik. Als het anders is, moeten ze zeggen, toch? Kunnen ze gewoon zeggen, ze zeggen alles. Dus op computer nog steeds geen taken. Einde, losse. Pen van Jumbo, als je Jumbo rijdt. En hoeveel kilometer? Zoveel kilometers. Dan zie ik jullie zo meteen. Dat is. Ik weet niet hoe ik hier weg kan rijden. Hier kan ik niet ineens draaien, dus moet sowieso zo'n U-bochtje of zo. We zullen zien. Ik zie jullie zo. Ja, daar wacht een andere collega. 11, bla bla. Einde, mijn chocola is gevallen. Dat is niet goed. Sowieso. Nee, 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 alles nee. En naar de volgende. Volgende ga ik filmen voor Turken. Hij moet eerst hierin rijden, toch? Voordat ik hier wegrij. Hoe kan ik hier wegrijden, joh? Het ziet een beetje krap uit. Of niet? Ik hoop dat het mij lukt. Zo ziet er niet uit. Oh. Heb ik iets verkeerd gedaan? Of niet? Oh nee.
Oh, iets klopt niet, hè. Zeg het je, die draai haal ik niet zeker. Die meneer even waarschuwen. Oh, ik hoop dat ik niet foutje gemaakt heb. Oh nee. Oh. Dat wist ik. Nee, nee, nee. Moet zeker zo draaien daar. Dat kan niet. Nee, hè? Je moet deze pakken. Ja. Zoals je nu rijdt, ga je er nooit uit. Ja, dacht ik ook. Jammer. Nu kom je helemaal niet meer weg. Want hij staat er ook al. Ja, dan moet ik wachten. Jammer. Ik wist het al. Ik zeg het al. Ja, foutje. Foutje kost tijd. En als ik niet die auto van de hoek raak, ja, staat ook niks duidelijk dat ik zo moest rijden. Ik was bang dat ik de hek raak. Jammer. Ik moest goed lezen wat op routebeschrijving stond. Ja. Jammer. Foutje. Kant hoog. Foutje gemaakt. Dutchdrukker heeft heel groot fout gemaakt. Als ik maar geen schade rijd, vind ik vertraging niet erg. Als ik maar geen schade rijd. Moet even wachten. Paultje! Ja, graag. Als je eentje of twee verder pakt. Ik zie jullie zo als ik hier vertrek. Filiaalmanager denkt zeker, wat een sukkel. Ja. Even deze. Ja, kan gebeuren. Maar ik heb die chauffeur ook gevraagd. Kom je vaker hier? Ja. Ja, als je boven gewacht had, dan wist ik ook dat het niet klopt, weet je wel. Dan kon ik terug, maar hij wil snel lossen. Dat snap ik ook. Maar, weet je, en nu moet ik draaien door de hoek. Oh, als ik niet schade rijd. Ik ben voor zekerheid, ik wil niet de tweede keer sukkel zijn. En eventueel kan ik even gaan kijken. Echt jammer. Ja, als zij eventjes wachten, weet je wel, of seintje geven. Ik zal even voor zekerheid kijken, ik wil niet sukkel zijn. Tweede keer. Loopt het goed? Ja, weet je, hij kan mij gewoon waarschuwen. Hij kon mij waarschuwen. En zeg maar, kon of tuteren of zeggen, nee, zo lukt het niet of zo. Jammer. Ik heb te ver gedraaid. Beter zo dan hek raken. Ja, dat kan gebeuren, weet je wel. Je kunt, want geen smoesjes, alleen maar. Ik kom eerste keer en heeft niemand gezegd hoe ik hier weg moet rijden. Ik moest vragen eigenlijk, maar ik dacht, ja, zo ziet er mooi uit, weet je wel. Dus met zoveel ervaring en nog steeds foutjes maken, kan altijd. Maar het belangrijkste, dat je geen stress maakt en geen schade rijdt. Dat vind ik belangrijkst. Dus
We kunnen weg. Navigatie. Ja, het kostte me gewoon kleine 10 minuutjes. Maar ja. Wat doet die manier? Iedereen heeft haast hier. Ja. Dat kan gebeuren. Zo. 10 minuutjes vertraging. Geeft niks. Net als ik zei. Belangrijkste dat ik zonder schade hier wegrijd. Het was net te laat, weet je wel. Hij was hier, hij kon zeggen gewoon, of tuteren. Tuteren, tuteren. Maar in zijn gedachten alleen maar snel lossen en wegwezen. Jammer. Zo, ik ga naar een volgende. Een volgende vlog ik voor Turken. Turks. Ik ga naar Renkum volgens mij. Ja, toch? Ja. Renkum. Renkuwer. Ja, een dikke drempel. En nog eentje. Zo, ik heb dorst. Daar heb ik verdiend. En ik heb best veel retour geladen en bellage. Bij het volgende moet ik gewoon een paar dingen eruit. Dan pas kan ik lossen. Anders lukt me niet. Ik heb geen ruimte meer. Ja, ik verwachtte niet dat ik zoveel moest laaien hier. Ik heb wel plek gemaakt, maar niet voor zoveel. Komt het goed? Als ik hier maar niet verkeerd draai. Ik moest terug naar Zevenaar. Het is zo echt piepkleine dorpje. Ja. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Lobbyt heb ik wel gehoord. Maar hoe heet die weer? Tolk. Tolk, bak, bak, bak. Ik weet niet meer. Zo'n kleine dorpje. Is het lang genoeg? Vijf hier, vijf daar, drie daar, kwartiertje en nog rijden. We rijden nog, te mistig vandaag. Normaal zet ik aankomst, alleen aankomst op TikTok, maar dit keer. Stukje aankomst volgens mij. Dan wordt het te lang of niet? Aankomst, een beetje vertrek. Ah ja, dat is een goed idee. Misschien haal ik mensen van TikTok hierheen. Dan een beetje laatste stuk aankomst voor op TikTok. En de eerste keer toen ik vertrok van losplek, die zet ik wel op en dan achteruit, weet je, toen heb ik gezegd ik zie jullie zo, dan kan ik daar hoe het verliep zie je op YouTube, toch? Goed idee. Hoe dit verliep, verlopen. Wat heb ik gedaan? Ik heb niks gedaan. Foutje. Leer je met foutje, maar daar niet. Ik verwachtte niet in één keer zo draaien daar. Verwacht je nooit. Wat gebeurt hier weer? Wat is er allemaal? Ja, draaien. Overal zijn ze aan het bouwen, joh. Net als al die wegen in Nederland in één keer kapot gegaan.
En net, na, ja, net naast de dijk. Als maar geen storm komt. Ja, dat kostte mij een netje gewoon. 10 minuten wachten, weet je, dan denk je, snel, snel. Hij had gelukkig niet zoveel. 15 of zo, 15 karren. Ja, ik vind het nog steeds jammer dat hij mij niet gewaarschuwd had. Jammer. Niet collegiaal, collegiaal, vind ik. Wat staat, jong? Niet piepen, niet piepen. Tijd voor afscheid nemen. Toch? Spannend genoeg geweest voor jullie? Was interessant genoeg? Dat gebeurt altijd dus. Ja, niet altijd. Vaak wel, denk ik. Voor al nieuwe chauffeurs. Ik heb routebeschrijving wel gelezen tot aankomst, maar verder... Oh, weer vrouw dus. Dat betekent ophangen. Doei, doei!